Goedemorgen. Goedemorgen, Indy. Hallo. Hallo. Hoe ga je liggen? Hallo. Goedemorgen allemaal. Het is 7 maart, sorry. Hallo allemaal. En er zijn een hoop mensen die me hebben gemaild van, joh, maak nou weer een vlog. Dus dat gaan we doen. Ten eerste even mijn piratenkist. Indy. Indy. Sukkel. Waar zullen we beginnen? Nou, beginnen met mijn muurschildering. Daar ben ik mee bezig. Er is best wel een hele hoop gebeurd alweer natuurlijk. Nee, je kan even niet mee. Ten eerste heeft het gisteren weer behoorlijk gesneeuwd. We dachten dat we er vanaf waren, maar nou, niet dus. Het sneeuwt nog steeds. Ik zal zo wel naar buiten gaan. Ik had ook beloofd om ons een kleine fitnessruimte te laten zien. Dus ik ga eerst naar beneden. Kijken of dat lukt zonder dat die hond achter me aankomt. Ja. Yes. Daarboven in de kelder. Het is rond vriespunt. Dus het is niet koud, maar het waait een beetje. We zitten op die grens van wel en geen sneeuw, wel en niet vriezen. Dan heb je meestal dit soort weer, helaas. Dit is mijn fitnessruimte. Het is niet groot, het is de helft van de kelder. Maar ik heb zo'n beetje alles staan wat ik nodig heb. Zodat ik niet elke keer naar de fitness hoef, Miranda. Doei! Nou, naar buiten. Ik heb geen handschoenen aan, dus we gaan het merken. Hier in de hal, ik zal even een lichtje maken. Heeft Geer een broedmachine gemaakt zelf? We hebben een broedmachine, maar die. Die staat in de kamer de hele tijd te brommen. En dat vonden we niks. Dus dan heeft hij hier met een heel dikke piepschuim. En een warmtelamp en een ventilator. Heeft hij een broedmachine gemaakt. Die ook wel even mag luchten, ruik ik. Want die ruikt naar verf. Met de hele elektriciteitsbende erachter. Thermometer. Dit wordt het uitloophok voor ze. Voor de jonkies met ook een warmtelamp daar. En nog een extra uitloop. Dit zijn konijnenhokken geweest, maar we hebben geen konijnen meer. Dat heb ik al eens eerder verteld. Waarom niet? Want wij hebben ze voor het eigen vlees. Maar eer je een konijn kan slachten, ben je een half jaar minstens verder. En dan heeft hij heel veel duur voer gegeten. In de zomer eet hij natuurlijk gras. Een konijn, maar ja, we voeren ze altijd bij met extra. Riks, brokken. Dat is duur. Oep, zo. Daar ligt wel wat sneeuw. Centimeter of 10. Even denken. Waar zijn we nog niet geweest de vorige keer? Nou, we kunnen even bij de kip langs. Er is best wel heel veel gebeurd. We hebben samen met onze zoon geboden op een oud missiehuis. Wat we hopen te kopen. Hier vlakbij in het bos. Dat onze zoon het huis uit kan. Die wil heel graag op zichzelf gaan wonen. Kijk dan toch eens. En dat geld moeten wij hem lenen. Want er kan geen hypotheek opgegeven worden. Ah, Geer gaat de sneeuwslinger aanzetten. Dat is de sneeuwblower. De snowblower. Die gaan de kippetjes naar binnen. Dat huisje dat heeft een bepaalde belastingcode hier. Ik zal even wachten met praten. Even kijken of dat lukt. Hij heeft nou een nieuwe bougie, dus nou moet het lukken. Hij deed hem per ongeluk uit. Je deed hem per ongeluk uit. Yes, gaat ie. Ik weet welke kant hij op komt spuiten. De mijne. Geer. Nee. Shit. Yep.
als jullie mijn boeken hebben gelezen over onze emigratie, dan weten jullie dat we de eerste snowblower hebben laten ontploffen. Ik weet het. We zijn niet altijd even slim. Kijken of ik het ook weer open kan krijgen. Oei, dames en heren. Kom even binnen hier. Kijk eens. Wat een eieren. Het maakt het wel erg koud voor ze. Zo. Kijk nou toch eens. Wat een zootje hier. Ze leven voornamelijk binnen sinds de sneeuw. Gisteren liepen ze lekker in het zonnetje buiten in het gras, maar helaas. Ja, sorry zeg. Ze zijn wel weer begonnen met leggen, zo te zien. Kijk. Eitjes, allemaal eitjes. Helemaal goed. Nou, in ieder geval, met de kippies gaat het goed. Die eieren rapen we straks wel. Waar was ik aan het vertellen? Oh ja, dat missiehuis, daar was ik. Steve wil, ja, die wordt natuurlijk 30 en die wil dolgraag op zichzelf gaan wonen, logisch. En dit is een klein huisje, dus wij vinden het ook wel fijn als dat gaat lukken. En hier in Zweden heb je op dat soort gebouwen waar geen, waar je eigenlijk niet in zou kunnen wonen, zeg maar. Dus missiehuizen, schooltjes, oude kerkjes. Die hebben een andere belastingcode. En die belastingcode die geeft aan dat er geen belasting over hoeft te worden betaald. Want dat soort verenigingsgebouwen zijn het meestal. Die zijn gewoon belastingvrij. Maar als je het als privépersoon wil gaan... Ik ga trouwens de andere kant op, want dat schrapje is heel slecht. Als je als privépersoon in zo'n huisje wil gaan wonen, dan moet er een andere belastingcode opkomen. Dat is allemaal niet erg, want dan wordt het opnieuw getaxeerd en zo. En dat is allemaal helemaal geen ramp. Alleen de bank zegt, ja, zolang dat niet is gebeurd, kunnen wij dat niet als onderpand gebruiken. Want we weten niet wat de waarde is. Dus dat geld moet dus door ons geleend worden. Nou, dat is best wel spannend, want dat is een heel groot deel van ons spaargeld. En het is bij opbod wordt het gedaan. Dus het is niet zo dat je zegt van, joh, ik koop het en je bent de enige. Nee, er zijn dus in een bepaalde periode meerdere mensen die hebben geboden. En ik volg het spoor van Geer gewoon. Nou is het zo dat dat missiehuis zelf, dat is niet, dat heeft niet zoveel grond. Daar kan hij nog net zijn auto neerzetten, maar dat zit. Maar er wordt nog een stuk grond bijverkocht apart. En het vervelende is dat er zit een weggetje tussen, het bos in. Dus anders was het als één lot verkocht. Oei, de wind. Weet je, ik ga de kast wel even in. We gaan gewoon de kast in. Die kast hebben we trouwens weggehaald. Daar gaan we een terras van maken. Zo, even uit de wind. Die grond die wordt apart verkocht. En dat is jammer, want die heeft hij eigenlijk nodig. Dus even laten zien dat we hier een of ander beest hebben. Wat het leuk vindt om gaten te graven in de grond. Die heeft hij zo'n beetje alle koolrabi en andere dingen weggehaald die we nog hadden. Nou ja, geef ze ongelijk toch. Hier moeten we heel wat doen. Het is allemaal kapot gevroren. Komt wel weer op, aardbeien is een vaste plant. Die komt wel weer terug. Maar hier moeten we hard werken nog. In ieder geval dat missiehuis, we hebben geboden op de grond en op het huis zelf. En met de voorwaarde dat als we de ene niet kunnen kopen, dat we de andere ook niet willen hebben. Nu hebben we gesproken met degene die erover gaat, die het in feite de administratie regelt, zeg maar, de verkoop. Een van de mensen van de verzameling, zoals dat heet hier, de kerkgenootschap. Het kerkgenootschap. En die zegt, ja, het wordt stemmen. De 31 maart of een week daarna doen ze alle enveloppen open met alle boden die ze hebben binnengekregen. En dan gaan ze kijken. En dan wordt het niet zomaar degene die het hoogste biedt, maar degene die in feite het beste doel ermee heeft. Dus we hebben er een verhaaltje bij geschreven dat Steve het heel graag wil gaan bewonen, permanent. En dat hij graag de verzameling nog uitnodigt voor activiteiten. En dat moet wel aanlokkelijk zijn. Maar ja, die grond,
geen idee wat je op dat soort grond moet bieden. Dat zeggen ze jezelf ook. Het is wat de gek ervoor geeft. En er is een grote concurrent, dat zijn onze buren die paarden hebben daarnaast. Dat is hun grond. En die willen heel graag dat stukje paardenwei erbij. Dus we gaan het zien wat het wordt. We horen dat de eerste week van april. En dat bepaalt wel heel erg hoe ons eigen leventje de rest van het jaar uit gaat zien. Want dat wordt ongeveer het grootste gedeelte van ons geld wat we erin pompen dan. En bij dat missiehuis trouwens komen is het feit dat we dan ook geen water en geen riolering hebben. Die we dus dan moeten laten aanleggen. Volgens de nieuwste normen. Helaas. Dat hebben we vorig jaar zomer gedaan bij onszelf. Ik zal er even naartoe lopen. Mensen weten dat nog wel, denk ik. Super nieuw en beveiligd systeem. Wat zelf reinigt. Het heet ook een mini-reinigingswerk. Hier zie je die twee pijpen in de sneeuw. Dat is het infiltreringssysteem. Daar kun je niks meer mee doen. Je kan er niks op zetten of zo. Het mag er wel op lopen, maar voor de rest niks. Dus het pakt ook best wel een deel van je tuin. Nou, en hier dit ding. Deze kast. Hier zie je de shell, de ton, zeg maar, die ingegraven is. Drie kamers. Dit is een alarmkast. Nou, je ziet het lichtje niet, maar er zit een... daar ben ik. Groen lichtje, dus dat betekent alles is in orde. Is dat rood, dan krijg ik een sms'je. En dan is er iets mis. We kregen er eentje en dat was... De temperatuur is te laag in de kast. Ja, het was min 25, wat doe je eraan? Ik kan er moeilijk een kruik in leggen. Dus dat was dan jammer, maar de kast scheen er tegen te kunnen, dus allemaal prima. Ik ga even naar binnen, want het is wel erg koud zonder handschoenen. In ieder geval, dat moet ook allemaal nog daar. In dat missiehuis, of om dat missiehuis. Dus die kosten moeten wij ook voorschieten. Dan hebben we het over, het zijn geen honderdduizenden euro's, maar toch... toch wel onze reserve. En dat geeft altijd een beetje een raar gevoel van oké, dat geld geeft een veiligheidsbuffer, een veiligheidsgevoel van als er iets gebeurt, dan zitten we in ieder geval financieel niet in de shit. Dan kunnen we het redden, dan kunnen we nog een keer verhuizen of kunnen een goede nieuwe auto kopen. Nou ja, dat is dus dan over. En Steve heeft een vast contract, dus dat is wel heel fijn. Dus die kan ons elke maand terugbetalen. Maar het gaat wel een aantal jaren duren. Dus spannende zaken, spannende tijden. Maar we gunnen het hem graag. En we hopen heel erg dat het gaat lukken. Dat is mijn vechtsporttas die hier klaar ligt. Ik geef een paar meiden op de fitness vechtsportles. Een beetje kickboksen en een beetje kung fu. Stokken, vechtstokken. Nou ja, terug in de kamer. Hey, lieve schat. En dit is onze nieuwe aanwinst. Onze kleine borderline collie, zoals mijn nichtje dat noemt. Zo, nou zal ik even de stuga laten zien van binnen. Dat had ik nog niet gedaan. Ik heb trouwens best wel goed nieuws ook over mijn boeken. De meesten weten wel dat ik schrijver ben. Ik heb een bijbaantje in een instituut voor criminele jongeren, probleemjongeren. Dat doe ik vooral 's nachts tegenwoordig. Maar ik ben schrijver en ik heb een berengoede recensie gehad voor mijn eerste boek van mijn trilogie. Vluchtspel heet dat. Vluchtspel Broederschap van de Jacht. De recensent van Bruna heeft mijn boek gelezen. En die schreef dat het de perfecte thriller is. En ik kreeg 5 sterren van de man. Echt geweldig. Ik kijk trouwens nu naar de binnenkant van ons oude kippenhok. Dit is het stuurhaartje geworden. Dit is een slaapbank. 2 persoons. En we verhuren hem trouwens via Vrienden op de Fiets. Daar zijn we lid van. En daar hebben al wat mensen geslapen. Wel heel erg grappig ook. Heel leuk. We hebben hier sanitair. Kijk maar. En een kachel. Is dat ook nog niet aangesloten? Maar we hebben wel een elektrische kachel. Het is hier nu niet zo heel erg warm. Ik zal even naar de thermometer lopen. Ah, het vriest nog net niet hier.
Mijn nieuwste thriller Tijdbuigers komt volgende week uit. Ook wel heel spannend. Dus het gaat gewoon heel goed met schrijven eigenlijk. Elk manuscript dat ik instuur, daar is mijn uitgever tot nu toe enthousiast over. Van Dorp Educatief is dat. En onder imprint van Grenzeloos, een onderfonds, heb ik 2 boeken uitgegeven die over onze emigratie gaan. Nou, de mensen die dus die gelezen hebben, die weten dat wij onze eerste snowblower hebben laten ontploffen, zoals ik net zei. En dat boek heet Zweedse Buren. Het tweede boek heet Rare Jongens, die Zweden. Daar kreeg ik ook hele leuke reacties op. Ik kreeg heel veel fanmail. Heel erg grappig om dat te krijgen. Sowieso. Ik zet mezelf even op de bank trouwens. Even lekker zitten. En nou ja, buiten die 2 boeken over onze emigratie heb ik onder de andere imprint van Dorp Village heb ik nu, ga ik 4 romans al uitgeven. Dus 3 stuks zijn al uitgegeven. De 4e komt volgende week. En de uitgever wilde heel graag dat ik een nieuwe trilogie zou schrijven. Dus die ben ik ook aan het schrijven. Ik heb daar al 2 delen van klaar liggen. En die naam hou ik natuurlijk nog geheim. Daar wordt nog hard aan gewerkt door redacteurs en dergelijke. Dus dat gaat allemaal heel vlot. En die hoop ik in ieder geval deel 1 ook dit jaar nog uit te geven. Dus, hey, daar ben ik. Hallo. Doei. Ja, dat gaat volgens plan allemaal. En dat is wat je het grote voordeel van leven en je hart volgen en de dingen doen die je leuk vindt. Dat je de tijd hebt voor dat soort zaken. Dat je alles wat stress kost en al die ballast gewoon loslaat, niet meer doet. En dan kun je wel zeggen, ja maar, dat hebben wij ons ook vaak genoeg gezegd, ja maar, zonder een fulltime baan kan ik niet leven. En nou, het kan best. Je moet alleen, want ja, elke keuze heeft zijn consequenties, blijf ik zeggen. Je moet alleen dingen loslaten. En wij hebben best een heel deel luxe losgelaten. Alhoewel, ik vind dat ik heel luxe leef. Jawel, mij natuurlijk ook. Maar... Wat voor ons het leven een stuk goedkoper maakte, was dat we geen hypotheek meer hebben. Want dit huisje hebben we ooit gekocht als vakantiehuisje. Het stelde ook geen reet voor, dus we hebben er ook niet veel voor betaald. En we maken gewoon veel dingen zelf. Dus we gaan niet elke week naar de supermarkt. En het enige wat we kopen, dat zijn zaken die we niet zelf kunnen produceren. En eigenlijk zou het ook nog wel kunnen. Ik bedoel, ja, koffie, toiletpapier... wasmiddelen. Het is allemaal echt wel zelf te doen. Maar nou, zover willen we niet eens gaan. Dat is gewoon fijn om te kopen. Ik bedoel, ik verdien best goed met mijn baantje erbij. Daarvoor gebruikten we alleen onze reserve. En zagen we het geld wat we hadden gespaard toch wel hard naar beneden gaan. En nu kunnen we weer sparen. En nou ja, goed, met dat spaargeld gaan we nu dus hopelijk Steve's huis bekostigen. Als dat lukt. En nou ja, lukt dat niet, dan blijven we gewoon doorsparen totdat hij wel een stekkie voor zichzelf heeft gevonden. Een ander nieuwtje is dat ik ja heb gezegd tegen een contract. Dat was eigenlijk een belofte aan onszelf om dat niet meer te doen. We wilden niet meer in dienst bij iemand vast. Ik was oproepkracht, maar ze hebben zo'n groot probleem in de nachten. Dat ze me nou geloof ik 4 keer hebben gevraagd. De 4e keer heb ik maar ja gezegd. Van kom alsjeblieft bij ons werken. Toch iets meer vastigheid nu ik weet dat wij ons geld gaan uitlenen. Dat geeft dan toch ook wel weer wat meer zekerheidsgevoel. Dus ja, wij spelen niet. We gokken, maar we gokken niet zodanig dat we geen centen meer op de bank hebben staan. Ik bedoel, zo gek zijn we ook weer niet. Hoewel we ook wel wilde plannen hebben met veel reizen en dergelijke. Ik weet niet of dat gaat lukken, maar dat zien we wel. Dat is voor de toekomst. Voorlopig ga ik weer naar binnen. Dit stukje film komt er even tussen, omdat ik er net mijn vinger op de microfoon heb gezet de hele tijd. Zo slim ben ik. nou ja. Schoenen uit, huppakee. En binnen.